Welkom bij de podcast van de Rijnmondband, waarin we jou meenemen in een kijkje achter de schermen bij een van Nederlands toporkesten. Ik ben Lars. En ik ben Niels. En dit is de Rijnmondband podcast. Zo, welkom bij deze podcast weer. Het is even een tijdje geleden, maar we zijn er weer. Zeker, het is inderdaad weer even geleden. Ja, we gaan het vandaag over een heel leuk onderwerp hebben. Ja. Iets wat we heel leuk hebben ervaren. En dat is een jaar geleden, precies een jaar geleden. Ja. Gaat namelijk over het WMC, een year after. We hebben een aantal gasten, een aantal podgasten. Ja. Vandaag hebben we Hans. Via de Teams hebben we die op bezoek. Ook Jeroen hebben we hier en onze voorzitter Edwin. Hans, kan je ons luid en duidelijk verstaan? Denk het niet. Nee. Kan je ons horen, Hans? Ja, zeker. Kijk. Hans, hoe heb jij vorig jaar ervaren bij de Rijnmondband? Want het was natuurlijk ook jouw eerste jaar. Dat is een hele algemene vraag. Maar hoe heb je het ervaren? Het is eigenlijk een beetje... De trein is langzaam gaan rijden en steeds sneller. En op het einde dan zit je met z'n allen op die trein. Dus zo heb ik het wel ervaren. Dus in het begin natuurlijk het instuderen van het bedenken van het product. En het maken van de show. En het instuderen, het leren kennen van de leden. Ja, ik voelde wel gelijk dat het de Rijnmondband is eigenlijk een soort grote familie. Dus zo heb ik dat ervaren. Ik was dan natuurlijk zelf een buitenechtelijk kindje. Maar in ieder geval... Ik voelde het heel snel thuis en ja, niet alleen maar de ledengroep, maar ook zeg maar een beetje zo de schilder omheen van mensen die allerlei taken verrichten buiten het muziek maken, die hoorden er ook echt allemaal bij. Dus en dat is eigenlijk alleen maar versterkt richting dat WMC en toch waren de leden soms een beetje onzeker over of het allemaal wel zou gaan werken dan in juli en... Of we allemaal wel dus klaar voor zouden zijn. Maar ja, ik denk dat we dat met elkaar een hele goede flow hebben kunnen afmaken. Ja, zeker. Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen beamen. Het is inderdaad, jij noemt het een trein. Ik noem het echt een rollercoaster. Want we gingen echt van binnen langzaam instuderen. En het product natuurlijk kennis maken met het product. Naar dat het product er ineens was en we gingen fine-tunen en het liep allemaal zo lekker en het ging zo hard en zo fijn met z'n allen, ook met Michael erbij natuurlijk. Ik heb het echt als een rollercoaster ervaren. En ik voelde hoe belangrijk het WMC voor de club is. Dat is natuurlijk niet overal, maar dat voel je gelijk. En dat voel je ook aan de spanning die opgebouwd wordt richting het WMC. En wat ik wel knap vind, is dat we toch met een goede sfeer, ondanks dat die spanning steeds groter werd, toch met een goede sfeer en vol vertrouwen, zeg maar, daar naartoe hebben gewerkt. Want het risico is natuurlijk dat je een beetje op elkaar gaat zitten katten en dat het allemaal niet zo gezellig meer is. Maar ook dat is gebeurd. Ja, dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen met z'n allen. Ja, nou, het is wel een beetje gebeurd natuurlijk onderling af en toe, maar niet in dusdanige mate dat het een belemmering was. Het dus was wel, we wilden allemaal het allerbeste. En, Nee, ik krijg natuurlijk gelukkig ook niet alles mee, behalve van jou, Lars, maar voor de rest... Ja. Nee, ja, het is een ongelofelijke rollercoaster geweest. Ben je, hoe denk jij daarover, Jeroen? Nou ja, het is natuurlijk, als je terugkijkt naar hoe dat we september daarvoor, die september vorig jaar waren... toen we gingen beginnen aan het product, hè, we hadden best wel een jasje uitgedaan qua ledenaantal. Wat ervaren krachten, die zijn gestopt na een mooie muzikale carrière. Dus was het de taak aan de volgende generatie om dat weer tot een goed eind te gaan brengen. En met een hoop jongelui erbij die nog nooit een WMC hadden gelopen. Of neem bijvoorbeeld de Alissa, die komt uit de blaaskapel, had nog nooit gemarcheerd. En ze loopt het. Ja. Dus ook daar zijn
Je begint eigenlijk zonder echte verwachtingen. Je hebt wel een doel, je hebt hoop. Maar nooit verwacht dat het tot zo'n succes zou komen. Ja, Hans, wat vond jij van het niveau met elkaar helpen in het traject? Nou, in principe was iedereen heel zelfstandig bezig met wat hij moest doen. We lieten ook iedereen zijn ding doen, denk de andere leden ook. Maar er waren wel een soort van wat ervarende leden, zeg maar. Die hielden dat dan wel een beetje in de gaten. Mm-hmm. Of dat iemand misschien een beetje achter ging lopen of het even niet begreep. Dus ja, in principe kon iedereen met behulp van de setboeken die ze hadden. En dat ging eigenlijk ook wel steeds beter, hoor. Dat lezen daarvan. En dat werkte eigenlijk steeds sneller naarmate we wat langer in die hal zaten. En daar hadden we eigenlijk ook wel profijt van, ook toen we naar buiten gingen. Want iedereen had dat dan bij zich en iedereen kon dat lezen. Dus ook de nieuwe leden. Dus ik heb niet zo ervaren dat er een hele grote scheiding was tussen nieuwe leden en oude leden. Ik denk eerder dat er een soort hulpvaardigheid was van de oudere leden naar de nieuwe toe. Ja, dat denk ik ook wel. Gewoon even die nieuwere lekker op sleeptouw nemen en zeg maar, wat is misschien geen antwoord op de vraag, maar dat viel mij wel op, is dat we, ja, in het begin dan kom je daar en dan, kijk, bij de Rijnmond Band, het is allemaal Schiedam, Rotterdam voor mij, dus die hebben allemaal een wat grotere mond dan dat ik gewend ben. Maar dat dan in het begin, als je dan wat dingen vraagt van bepaalde performance of een bepaalde beweging, dat het in het begin nog een beetje gek aanvoelde. Maar dat op een gegeven moment, als je goed uitlegt waarom je dingen doet en dat het de boel versterkt en dat het effect vergroot wordt, dan ging iedereen er vol voor. Dus dat is ook denk ik wel een ontwikkeling die al misschien al jaren aan de gang is, maar zeker ook vorig jaar verder is doorgezet. Ja, ja, we hadden de leden er ook echt wel naar, hoor. Want Jeroen die vertelde net ook dat er een aantal leden die hebben de carrière gestopt. En de uitbundigheid qua, ik noem het even acteren, die we nu met deze show moeten doen, had misschien niet zo uitbundig geweest of niet zo spot-on geweest met de andere mensen er nog bij. Omdat die echt, die wilden muziek maken, die wilden marcheren. En dat is niks ten nadele van hun, hoor. Laten we dat even vooropstellen. Maar we hebben nu echt een groep die zich zo, een hele jonge groep, die alles wil uitproberen qua visuals. En ik denk dat dat heel erg heeft meegeholpen ook in het proces. Heel leuk. En ik denk ook, los daarvan, dat je het als band ook nodig hebt om mee te gaan in de ontwikkeling van de hele sector daarin. Ja, dat denk ik ook. En Hans, had je dit verwacht, het eindresultaat op het WMC? Nee, zeker niet. Wanneer was het? Vrijdagavond. Het was natuurlijk helemaal fantastisch. Nee, dat had ik helemaal niet verwacht. En er worden allerlei voorspellingen gedaan. En in de pauze, als we even in de pauze stonden met een groepje, dan waren er allerlei verwachtingen en schattingen. En ook van andere groepen. Maar ja, ik heb me daar maar nooit zoveel mee bemoeid. Omdat ik natuurlijk de andere groepen ook niet zo goed kende. En ik dacht, ik zie wel, maar ik wist wel dat het gewoon goed was, dat het heel goed was. Dat wist ik wel. Ja. Maar ja, wat je dan doet in een groot deelnemersveld, ik heb dan altijd zoiets van, we doen het beste wat we kunnen en we zien wel. Ja. En dat was wel een verrassing, dat het zo goed scoorde. Maar als ik het dan ook terugzie, denk ik, ja, het was ook goed. Het was gewoon goed. Goh, ja. Ik zie Hans en Michael nog staan, hoor, daar bij die skyboxen. Ja, ja, dat was zo mooi tijdens de show. Ja, natuurlijk ben je dan ook pisszenuwachtig van als je de scores hoort. Want natuurlijk vinden wij dat ook belangrijk dat daar goed gescoord wordt. Maar met name vond ik het heel leuk voor gewoon de groep. Omdat ik wist hoe belangrijk het voor hen was en dat het dan beloond wordt, dat is alleen maar super gaaf. Ja, absoluut. Ja, helemaal mee eens. Ook nog even terug naar dat weekend in België. Wat dan ook heel erg opviel, was dat eigenlijk jong en oud, van allerlei instrumentarium, alles zit bij elkaar. En
dat mixt en dat mingelt continu. Dus dat vond ik ook echt wel opvallen als jullie dan... Ik weet niet of dat altijd zo is als je op pad bent, maar dat viel me daar in België ook wel heel erg op. Ja, maar het is ook het hele proces waar je naartoe werkt natuurlijk. Kijk, we hebben een hele hechte groep. Dat was sowieso al. Maar dat traject naar het WMC heeft ons zo nog veel hechter gemaakt. Iedereen kan met iedereen. Daar hebben we het in de vorige podcast ook over gehad. Iedereen helpt elkaar. Iedereen kan met elkaar. En ja, dat is ook wel eens anders geweest. Maar nu is het echt een eenheid. En dat maakt dat het wel echt een hele mooie groep is. En moment in België, wat je inderdaad ook benoemt. Ja, dat is eigenlijk met z'n allen. Ik weet nog dat we kwamen, Michael en ik, en dan kregen we toch een beetje mee van de staf en van de voorzitter. Van ja, we komen wel uit een moeilijke periode, dus het is even wel afwachten hoe het allemaal gaat lopen. En als je ziet waar dat dan vandaan komt en waar je dan in zo'n korte tijd als groep zeg maar naar elkaar toe groeide, dan is het alleen maar nog mooier, denk ik. Ja, ja, zeker. Dus het is voor herhaling vatbaar, Hans? Ja, zeker wel. Okay. Ja, zo'n traject, dat maak je niet zo vaak mee, hè? Zo intens. Nee, precies. Nee. Nou ja, Hans, we willen jou in ieder geval heel erg bedanken voor je komst bij ons in de podcast. Dat je in ieder geval even tijd heeft kunnen maken. We gaan je natuurlijk snel weer spreken en hopelijk ook snel weer zien. Oké, hartstikke leuk. Ja? Succes verder met de podcast. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Nou, dat was Hans. Hoi Hans. Een van de instructieleden. hij vertelt natuurlijk ook over dat weekend in België. En dat gaat natuurlijk over het WMC-weekend. Ja. Dat we in een jeugdherberg in België zaten. Ja. Jeroen, vertel. Hoe zag zo'n weekend er dan precies uit? Nou ja, dat was natuurlijk alle vroeg die hier zou vertrekken op vrijdagochtend. Busontbijt met elkaar gefixt. Dus, Ja, dat was leuk, hè? Ik geloof dat ik 25 hardgekookte eieren bij me had. Nou, ja, dat stonk een uur in de wind. Maar lekker met z'n allen die bus in, lekker ontbijten. De croissants, de worstenbroodjes van Joey. Joey had geloof ik 3 bakken, echt enorme Tupperware bakken vol met worstenbroodjes. Van die kleine... In deeg gerolde. Ja, kleine cocktailworstjes. Ja, kleine cocktailworstjes inderdaad. Ja, echt geweldig. Ja, en wat stond er allemaal, joh. We hadden Lars van de regie, die had een fles sinaasappelsap of 2 meegenomen en drinken. Iemand had weer fruit mee, broodjes. Ja, van alles nog wel. Alles was erin. En het mooie was ook gewoon, voor in de bus hadden ze precies hetzelfde bij de jonkies. Ja, ja, dat is mooi om dat dan ook zo door te zien gaan. Nou ja, dan kom je in België aan op een... best wel uitgedroogd grasveld. Dat leek net een hooiveld. De trainingslocatie. Ja, want we gingen gelijk door naar de trainingslocatie. Ja. We gingen niet eerst even de spulletjes neerzetten. Nee, het was gelijk volle bak. We gingen natuurlijk nog eventjes rustig op het gemakje de show eventjes nog neerzetten. Een beetje doorlopen. Laatste dingetjes proberen te fixen. Ja. Nou, spulletjes inpakken en toen naar de herberg. Nou, dan moesten we best wel een trappetje... Zo. Naar boven lopen. De Alexanderheuvel in Iselo komt aardig in de buurt. Ja, precies. Maar het was best wel een klim. Ja. Nou ja, we hadden, volgens mij, wij zaten in gelijk een goede kamer. We hadden gelijk de eerste te pakken. Ja, gelijk de benedenkamer inderdaad. Lekker een picknickbank erbij. Die hadden gelijk geclaimd. Ja. Ja. Ik moest nog 3 trappen omhoog. Ik land bovenin. Maar dat was ook gewoon lekker gemoedelijk. Kamerindelingen en alles. Ja. Iedereen lekker zijn spulletjes klaarmaken. Jongens, rustig aan je uniform aan. En dan gaan we, geloof ik, na 2 uur. Anderhalf uur gingen we pas richting dat stadion. Dus het was allemaal zo gemoedelijk. Iedereen was ontspannen. Heel relaxed was het allemaal. Ja, je zat ook helemaal in je eigen bubbel, hè? Niks leidde ons af, zeg maar. Nee, dat was wel echt zo lekker. Niet te dicht bij dat stadion komen. Niet te vroeg daar aanwezig zijn. Want je hebt toch niks te zoeken. Nee. Dat sowieso. Ik moet wel zeggen, het moment dat je dan naar dat stadion toe rijdt. En je rijdt die oprit op. Ja. En niet de voorbij en nog een keertje opnieuw. Want dat deed onze buschauffeur toen. Ja. We gingen de tweede keer raakten we wel de afslag. En toen kwamen we bij het stadion. En dan gaat er toch een bepaald gevoel door je heen. Maar dan gaat ook dat knopje om.
Ja, en ik zat met wat nieuwe leden hè, toen. Ondertussen hele ervaren leden. Ja, daar had ik een beetje Onder. Daar zat ik om me heen en je zag die Bekkies toch wel een beetje vertrekken. Het zijn jongere mensen, zeg maar. En ik dacht, ja, we moeten gewoon lekker die sfeer die we al heel de dag hebben, die moeten we erin houden. Dus we stapten eigenlijk uit en we gingen eigenlijk naar de inspeellocatie. Ja, en dat gebeurde ook heel gemoedelijk. Gewoon lekker eerst over de stoep. Ja, precies. Het was goed druk met auto's richting het stadion ook nog steeds. Ondanks dat het al de hele dag bezig was en wij rond etenstijd waren 's avonds. Ja. Eventjes de nootjes aangeraakt met inspelen en toen naar de startlocatie toe. Toen was het showtime en toen merkte je ook wel, en dan kom je bij het beruchte poortje, het heuveltje, het hek. En dan zie je inderdaad dat jong en oud, dat ontmoet elkaar nog één keer, waardoor we dat veld op gaan. En toen had ik wel zoiets van, oké, we zijn één. En in die zag je ook wel, hè, dat toen we daar stonden, dat je de mensen had die al wat WMC's hadden gelopen. Ja. Die kenden het gevoel al een beetje, maar we hadden ook mensen die hadden het nog niet gelopen. Ja. En daar zag je heel erg de spanning op de gezichten begonnen even de spanning eruit te huilen, zeg maar. Ja, we hebben wat traantjes gezien inderdaad. Vooraf inderdaad al. Ja, dat was vooraf, ja. En, dan mag je dat, dan krijg je dat sein dat je dat veld toch mag. En dan heb je zoiets van, oké. Kom maar op met de gras, want ik heb best wel honger. Dat is wel aardig gelukt. Zeker die vrijdagavond. Want inderdaad, wat ik net dan ook zeg, dan ben je met die show bezig. En dan zie je Hans en Michael daarboven op die tribune bij die skyboxen zien ze staan. En die worden naarmate de show vordert steeds wilder. Dat ze alles eruit proberen te trekken uit die groep. En ze kregen het ook gewoon. Ja, want zij reageerden echt op de visuele effecten. Hè? Ja. Als er een kruis stond wat we moesten maken en dat stond er. En op vrijdag stond dat er echt als een huis. Als een kruis. en dan zie je ze echt helemaal uit het dak gaan. En dat was, dan geef je zelf ook die boost van oké, doorpakken die handel. Hè? En dan komt ook die brul die we hebben met z'n allen. En dat was ook zo mooi, ook met dat instuderen. Iedereen had een eigen pose te pakken. Er was niemand die diezelfde had. Nee, dat was ook gewoon een uniek. En dat was ook het mooie. Dat is niet vanuit... Er is vanuit Hans en Michael is toen gezegd... Oké, jongens, we moeten daar een pose aan gaan nemen. En iedereen deed gewoon iets anders. Ja. En zonder gezeur of wat dan ook. Nee, daar heb ik geen zin in. Nee, gewoon, we gaan daar staan. Dat, En we doen die schreeuw. En zo kom je ook echt in die show. Hè? Want het is een hele intensieve, intense show. We vertellen echt een verhaal. En juist met dat soort dingen kun je het verhaal zoveel versterken. Ja. Dat hebben we natuurlijk met die run op vrijdagavond ook wel gezien. Want het publiek op de hoofdtribune... Ja, die vloog overeind. Die begon al te staan voordat we aan het einde waren. Ja. Het was op het moment dat Demi met de vlag begon te zwaaien. Onze witte vlag was met het Rijnmoment logo. Toen begon al te staan. Ja, ja. En ik kan je eerlijk vertellen, ik pinkte daar een traantje weg voor aan het einde. Ja. Ja, dat is wel het mooie, want het is natuurlijk een heel ander WMC geweest. Op vrijdagavond zaten de liefhebbers van de hele show en marching wereld. En dan merk je gewoon dat als je zo'n show hebt gelopen, dat het maakt niet uit of je nou uit Schubbekutteveen komt, zeg maar, of weet ik veel waar vandaan. Je komt daar om een show te bekijken en is zo'n show goed. Dan ga je staan en dan krijg je dat van dat publiek natuurlijk ook mee. En dat is op de zondag dan, daar zitten dan meer de fans. Dus dat is toch een andere sfeer. Ik vond wel de vrijdag wel echt een mega goede sfeer in het stadion. Absoluut. En het zat helemaal vol. Ja, de show liep ook wel best heel goed op vrijdagavond. Ja, het viel ook op dat de applaus kwam van het publiek op het moment dat we het nooit verwacht hadden. Er waren wel momenten ingepland, ingecalculeerd van daar krijg je applaus op, weet je wel. Maar ook op sommige stukken had ik toch met Michael over. Hij zegt, daar had ik het niet verwacht. En dat maakt het juist heel erg mooi. En dat zijn ook de momenten dat je je ook als lid, als spelend lid, ook sterker gaat voelen, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja. Als jij op momenten applaus gaat krijgen dat je het nog nooit hebt gehad, dan gebeurt er iets. Ja. Ja. En in ieder kopje gaat het dan aan de positieve kant, zeg maar, gebeuren. En dan krijg je er echt een heel fijn gevoel bij. Ja, absoluut. Ja. Ja, neem ook inderdaad dat gigantische applaus net voor de ballet. Ja.
we hadden daar even inderdaad onderling een momentje van shit, we horen Damien niet meer, we horen Damien niet aftellen. Nee, dat was even inderdaad een momentje van oei, maar dat is zo snel opgelost. Ja. He, en daarna zijn gelijk afspraken gemaakt op zaterdag van oké, hoe gaan we dit zondag tackelen? Zijn er 2-3 man nog extra aangewezen binnen de groep van oké, jullie gaan meehelpen met zachtjes meetellen. Want echt door de kabaal op de tribune, je hoorde hem echt niet. Nee, dat hadden we ook nog niet eerder meegemaakt op deze manier. Nee, klopt. Dat is zeker waar. Kijk, met alle respect, we hebben hem in Leiderdorp gelopen. Daar zat niet zoveel mensen zoals in Kerkrade, Haarlem. Ja. Zo'n stadion is toch wel even andere koek. Ja, daar zeker. Hadden we even geen rekening mee gehouden. Nee, dat was echt... Het moment wat jij benoemde net van... dat Damien gaat staan zwaaien met die vlag. Dat was het moment wat echt al... Nou, toen net die vlag geïntroduceerd werd. Toen had ik zoiets... Oké, als dit... gaat werken zoals ze denken dat dit gaat werken, dan gaan we daar zo'n gigantisch applaus krijgen en dan gaan de mensen inderdaad op de banken staan. Ja. En ja, weet je, je droomt daarover dat dat gebeurt, hè? Dat effect geeft. En als dat dan gebeurt, ja, dat geeft zo'n geweldig gevoel. Dat was echt... En dan zijn we af en dan komt die ontlading eruit. Dat was zo... Ja, niet normaal gewoon. Tranen. Iedereen was zo blij. Alle spanning was eraf ook. Ja. Schreeuwen van ontlading. Ik druk was van de ketel af. En we hadden laten zien dat we nog springlevend zijn. Alleen dan komt daarna het moment van... wat gaat de jury daarvan vinden? Ja. Maar inderdaad, je komt daar af en het is, je zoekt elkaar op. Je pakt je telefoon, want je belt het thuisfront. Kinderen erbij. En als je dan ook bijvoorbeeld hoort dat dan gewoon je ouders thuis... ook gewoon met tranen op de bank naar die livestream zaten te kijken. En dan denk je, potverdikke jongens. Ja. Wat hebben we een mooi product in de handen. Ja, en toen kwam het wachten. Toen kwam het wachten en we kregen tussenstanden van korpsmuziek. Ja, de hele dag en al. Na ons bleek dus achteraf dat ze gestopt waren met de tussenstanden doorgeven. Dus de laatste 6 korpsen die nog moesten, kregen geen tussenstand meer. Dus we wisten absoluut niet waar we stonden. Nee, we wisten al even ook alleen dat Nishihara en DVS... in box 1 zaten. Op dat moment was het laatste wat we hadden gehoord. Er is daarna niks meer gecommuniceerd. Dus hadden ze van, als we in box 2 zitten. Ja, dat was ook prima. Eigenlijk, we gingen eigenlijk met z'n allen voor box 2. Hè? Ja. Dus plaatsen 4, 5, 6. 4, 5, 6, inderdaad. Of ranking 4, 5, 6. Ja. Daar hadden we onze pijl op gericht. Ja, en dan komt inderdaad het moment dat je in het stadion zit. Met je collega-orkest op die tribune. In het uitvak, in het Rode JC-stadion. Gewoon lekker gemoedelijk met een biertje erbij. Gewoon een beetje bijkletsen van, joh, lang niet gezien. Hoe ging jullie show? Hebben jullie lekker gelopen? Gewoon koekjes en koffie, zoals het ook hoort. Nou ja, en dan worden die orkesten opgenoemd. Verbazingen waren er. Ja. Maar op een gegeven moment ook onze collega's uit Ede, Irene. Die hebben denk ik vriend en vijand verrast door zo goed te eindigen. Ja. Maar ja, dan zit je met je eigen clubje nog steeds van wanneer gaan wij nou eens goed worden? Ja. En dat duurde maar, Maar zeker toen box 2 kwam, dacht ik echt van... Damien en ik kregen elkaar van, dit kan niet waar zijn. Het is niet waar of wat. Ik weet zo van... want jullie stonden beneden, hè? Wij stonden van beneden. Stonden maar eerst moesten we gewoon onder het stadion moesten we gewoon wachten. Het duurde gewoon echt een eeuwigheid. Maar dat was een hele dag met het DMC. Ook voor ons duurde het langer. Maar jullie stonden daar beneden. Jullie stonden klaar om dat veld op te gaan natuurlijk. En het duurde maar voordat de jury eruit was, denk ik. En jullie hebben echt nog wel lang moeten wachten, ook daar beneden. Zo, eerst gedeelte voor het glas en daarna mochten we dan in de catacombe zelf staan. En toen was het zijn van, we gaan nu lopen en nog niet lopen, dus het duurde echt een eeuwigheid. Ja. Maar ik had nooit verwacht dat we in box 1 zouden zitten. Nee, dat was gewoon, hadden wij ook niet verwacht. Bizar. Nee. Ja, dat was echt... Dat was wel mooi. Ja, we hebben natuurlijk... voor die dag is er natuurlijk van alles ook achter de schermen gebeurd. Edwin, daar kan jij natuurlijk heel veel over vertellen. Kan jij vertellen wat er allemaal is gebeurd achter de schermen tot aan de zaterdag eigenlijk? Hè? Heb je een paar dagen? het begint natuurlijk al eerst van het WMC van de coronatijd. Van, gaat het überhaupt door? Want er waren ook allerlei geruchten. Je hebt ook contact met collega-vereniging. Ga jij meedoen? Ja, uiteindelijk gaat iedereen dan wel meedoen.
Je krijgt inschrijfformulieren. Dus we hadden zoiets van, oké, we gaan eerst kijken. Doen we mee met de Mars Show of Mars en Show? Je weet het niet. Nou. Dus we gaan eerst spijlen bij de leden. Maar we zaten toch met een deadline aan van inschrijven. Ik heb gewoon gezegd van, oké, we schrijven Mars en Show in. En we kunnen altijd een onderdeel laten vallen. Maar het corona bleef natuurlijk een beetje om ons heen cirkelen. Het gaat erdoor. Er waren ook signalen dat het alleen met Nederlandse korpsen zou zijn. Dat er geen buitenlands orkest zou komen. Nou, uiteindelijk waren we ze alle eens van, hè, we gaan dus toch na de enquête met jullie gewoon met de show verder. Traject ingezet. Ja, tussentijd toch gerommel met de instructiewissel, weet je, dus een nieuwe dirigent. Dus dat gaf natuurlijk ook wel iets aan van, ja, hè, hoe gaat het uitpakken? Nou, ik denk dat we met Marcel een goede keuze hebben gedaan. En sindsdien, zo ervaren wij het als bestuur, van is het alleen maar in flow naar boven gegaan met alle leden. Absoluut. Ja, dan krijg je toch nieuwe instructie voor de show. Ja, choreograaf, gesprekken gevoerd, wat wil je? Nou, dus dat was al best wel spannend van, gaan wij het halen? Ja. We liepen steeds meer tegen het einde van het jaar aan. Mogen we al naar buiten? Mogen we nu naar buiten? Ja, je mag op 2 meter afstand buiten lopen. Nou, dat is geen showwaardig uiteraard. Nee. Ja, dus en iedere keer werd alles maar uitgesteld. Van, ja, we kijken in januari, we kijken al in februari. En eigenlijk zo'n eind januari natuurlijk de loting gepland. Nou, die is uiteindelijk toch wel doorgezet, die loting. Met die restrictie, het zou kunnen zijn dat het toch niet doorgaat. Ja. Maar goed, we moesten sowieso toch een nieuwe show hebben. Dus dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Tot ergens in februari bekend werd van, nou, waarschijnlijk gaat dan de mondkapjes eraf. Dat we weer alles mogen doen. Gelukkig maar. Maar je moet ook natuurlijk locaties hebben. Waar gaan we slapen? 2 dagen. Ja. Nou, we zijn dus eigenlijk heel Limburg af geweest. Duitsland en België. We konden ook gewoon totaal niks vinden. Hadden ze van, nou, we gaan de Maastrichtse Verkennisband bellen. Want ja, die zit daar in de buurt. Misschien weten onze collega's iets. Nou, die gaven een aantal adressen op dat we dachten, ja, dat gaat er niet worden. Dat ik heb een hele keuken moeten meenemen. We hadden dus 36 koks moeten hebben. Dat wil je niet. En op een gegeven moment ben ik toch gaan zoeken op de site naar jeugdhotels. Daar kwam ik via Antwerpen achter dat er in de buurt van Kerkrade dit er zat. 42 kilometer. Maar ja, dan is het vraag, hebben ze nog plaats? Nou, hoeveel mensen komen er? Nou, ga je kijken, waar gaan we nog repeteren? Dat was ook een dingetje. Dus toen zijn we gaan kijken naar de voetbalvereniging in de omgeving. Kunnen daar iets mee doen? Afspraken mee maken? Repeteren? Er was al een soort parkeerplaats achter de Audi daar. Zeg maar, je werd zo waarheidsgetrouw mogelijk nabootst het stadion. Ja, en eindelijk was het oké. Dus alles geregeld, jullie liepen de show. En we kregen ook wel een beetje in de gaten dat het niet echt gehaald zou worden voor Koningsdag. Nou, dan gaat het gewoon naar Koningsdag verder. Maar we merkten wel als bestuur dat de leden eigenlijk wel steeds een hechtere groep werd. Ja, dus we hebben eigenlijk toch wel in een korte tijd iets weg moeten zetten. Ja, nou, mijn Koningsdag stond inderdaad gewoon een mooie show, maar was er niet af. Nee, dat is. En dat was ook met de instructie van, gaan we het toch wel halen, weet je? Dus ook dat was weer een ding. En toch blijft me iedere keer weer van, oké, waar gaan we repeteren? Binnen, buiten en zo. Dus, en dat het levert ook gewoon, ja, nou, stress wil ik niet zeggen. Nou, het geeft wel kopzorgen natuurlijk. Ja. Lukt alles wel, krijgen alles op tijd van elkaar, blijven de leden enthousiast. Ook met de repetitieschema's weer aanpassen, nog meer repetities erbij. Maar we merkten eigenlijk dat het was eind mei, begin juni, in één keer ging de knop op iedereen. En dat was heel zichtbaar van, oké, jongens, nog 2 maanden en dan zijn we er. En iedereen, je hoort niemand klagen, iedereen, dat was hij anders ook, iedereen pakte elkaar op. Ja. Iedereen ging ervoor. En natuurlijk, af en toe zijn er wel woorden gevallen, maar dat hoort erbij. Ja, het is gewoon gezonde stress. Ja. En nou goed, de instructie wil heel graag natuurlijk nog een keer de show laten beoordelen. Ja, alleen de rijmen bent. Nou, dan weet je wat, Irene Ede, hè? Op tegelijk bij, ook enthousiast. Ja, dan moeten we wel even wat erbij, want we noemen nu 2 keer Irene Ede natuurlijk. Maar Irene Ede staat ook onder leiding van Marcel van Rij. Ja, dus ja. Dat was een beetje 1 plus 1 is 2, zeg maar. Ja. Maar die zagen dat wel zitten. We hadden ook andere korsen gevraagd of die dat wilden doen, maar die hadden natuurlijk geen interesse erin. Nou, toch wel een beetje een juryteam samengesteld die verstand van zaken heeft. Nabespreking gehad, die waren best enthousiast. Er moesten een paar dingen aangepast worden. En dat vonden wij spannend als bestuur. Oké, we gaan wat dingen aanpassen, maar is het op tijd klaar dan? Hebben de leden het dan onder de knie? En het liep als een trein. Ik heb zelf in het verleden ook 3 keer 2MC mogen lopen. Dan weliswaar in Kaalheide, het stadion. Als je dan op het laatste iets gaat veranderen, iedereen raakt u de kluts kwijt.
Maar dit team heeft eigenlijk in een korte tijd ons zo verbaasd dat ze zeggen, ja jongens, dit is gewoon een heel andere Rijnmond geworden. Ja. Na de zomervakantie dachten we van, oké, jongens, dat gaat echt de verkeerde kant op. En eigenlijk hebben we met z'n allen de juiste keuzes gemaakt en dat is gewoon fantastisch geweest. Ja. En zeker als je dan daar staat, ook op de dag zelf, nou, dan ga je natuurlijk je eigen melden. En dan, iedereen wordt zenuwachtig. Maar er is iets van, oké, kom maar, we zijn er. We gaan ervoor. Ja. Het is, dat was het mooiste stuk van 2MC. En dan die show, ja, dat ik echt dacht van, applaus op momenten die je niet verwacht. En kippenvel. En ik zeg eerlijk hoor, dus ook ik heb diverse tranen moeten laten. Dat ik denk van, ja jongens, dit is gewoon subliem. Je hoort het ook van het publiek zelf. Ja. Nou, je had het inderdaad ook over een voetbalvereniging in de buurt. Hè? Daar hebben we die zaterdag ook heel de dag gebruik van kunnen maken. Ja, dat was ook gewoon een heel relaxed. Hè? We stonden die ochtend op, een lekker rustig ontbijtje. We gingen gewoon op het gemakkie naar het voetbalveld toe. Ja. Daar hebben we alles even netjes weer uitgezet. Ja. Lijntjes gespannen, stickers geplakt. Ja, dat was super fijn toen, want je had totaal geen tijdsdruk. Nee, alles kon op het gemakkie en dat was zo relaxed werken. Omdat we ervoor gekozen hadden alleen op de show deel te nemen, hadden we niet te druk ook nog eens op de mars te moeten doen. Nee, want dan had je zaterdag nog eens naar het stadion gemoeten om de mars te performen. Wij konden ons gewoon lekker weer rustig focussen op de show. We hebben met het instructieteam wat stukken van de tapes, van de jurytapes beluisterd. Ja. En daar zijn we ook mee aan de slag gegaan. Ja, zeker. Het was natuurlijk hartstikke fijn die zaterdag dat we gewoon nog eventjes ons konden aanpassen aan de hand van de tapes. En, lekker relaxed inderdaad. We hebben zat pauzes gehad. Lekker met elkaar zitten ouwehoeren. Sommige mensen hebben hun oogjes dicht gedaan. Maar ook in die pauzes gingen we ook naar de marswedstrijden van de collega's kijken. Ja, via de livestream. Ja. En dat was s'avonds ook wel mooi. En na het eten weer terug in die herberg. Inmiddels waren we al met een hele ploeg nog tot zwembad ingegaan. Ja, en hebben we nog even de hokie pokie staan dansen. Toen kwam de animator in ons weer naar boven. Dat was ook wat Hans natuurlijk net zei. Als je ook ziet hoe dat die groep dan ook weer zo gemengd met elkaar omgaat bij die herberg. Dat straalde één uit. En dan hebben we lekker met elkaar gegeten s'avonds. En daarna lekker op het balkonnetje buiten En toen gingen we inderdaad die De prijsuitreiking van de zaterdag met ook de marswedstrijden. En wat ook wel van de ene verbazing naar de andere verbazing ging. Ja. En toen hadden we zoiets van, oké jongens, morgen zijn wij weer aan de beurt. Ja. En toen is eigenlijk ook iedereen best wel betijds weer richting zijn eigen kamer. Ja, we hebben nog gezellig met elkaar een drankje gedaan. En toen hebben we op een gegeven moment hebben we ook gewoon gezegd van, joh, ik wil er gewoon morgen staan. Ik geloof dat het een uur over tien was. Tussen 10 en 11 lag iedereen op bed. Ja. En ik denk ook dat is ook ongekend als je weekend met de club bent. Dat is normaal niet. Dat is geïsoleerd. Ik wil nog wel even één ding terugkoppelen, want we hebben het dan over dat stukje herberg. Maar we hebben een moment gehad op vrijdagavond in de herberg. Het euforische moment hadden we gehad. En er was een korpsmuziek die maakte een podcast. Ja. Oh, en we zaten met z'n allen aan een picknicktafel inderdaad, gewoon met een drankje erbij, een hapje erbij. En toen zaten we de podcast terug te luisteren van de ranking. Ja. En toen hoorden we iets wat eigenlijk best wel heel leuk was. Die ranking die was en dat box 1 bekend moest gaan worden, dat ze zeiden bij korpsmuziek, wie missen we nou nog? Wie zijn we nou vergeten? Ja. Wij hebben dus de hele WMC-traject de underdog-positie gehad. Ja. En wat een hele fijne positie is, denk ik. Maar dat moment, daar denk ik nog wel vaak aan terug. Ja. Dan denk ik, zie je. Dan word je eigenlijk een soort vergeten. En dan knal je er gewoon even zo bovenop. We zijn ook nooit uitbundig geweest. Nee. We hebben ons niet in de markt gepresenteerd van, nou, we gaan het even doen op het WMC. Nee. We hebben eigenlijk nooit gedaan. Ik denk dat ook onze kracht is. We doen lekker ons eigen ding. En we zaten inderdaad al weken in onze eigen bubbel. Mm-hmm. We bemoeiden ons met helemaal niemand anders. Nee. En ik denk dat onze kracht is geweest. Natuurlijk kijk je wel ook af en toe als je ze tegenkomt bij je collega-vereniging, hè? En dat hebben hun eigenlijk hetzelfde gehad naar ons. Van dit is wel gewoon serieus. Ja. Een goed product. Ja.
Wat ga je je conculega's presenteren op zo'n WMC? Ja, daar ben je toch benieuwd naar. Maar ja, dan hebben we die zaterdag dus gehad, hè? DVS, Marskampioen. Ja, dat was al zo goed als zeker. Ja, dat was al zo goed als zeker. Ja, toen we die terugkeken, toen hadden we echt zoiets van, wow, wat ja. is hier gebeurd? Dat was wel zo subliem. Ja, dat, absoluut. En toen werden we die zondag wakker. Man. En toen ging het allemaal beginnen. Ja. Jullie gingen met z'n allen allemaal naar beneden. En ik ben bij ons picknicktafeltje bij onze kamer, ben ik gelijk in mijn eentje blijven zitten. Ja. En ik heb gewoon even lekker in mijn eentje gezeten. Ja, en de rest liep al lekker te keten beneden, lekker een beetje lol te maken. En ik zat daar gewoon lekker even op mezelf. Ja. Ik denk, ja, ik ga eventjes in die focus. Want we gingen natuurlijk weer eerst naar de trainingslocatie. Om nog even één keertje de muziek te doen. Dat was ook gewoon weer super geregeld. Natuurlijk ook gelijk op die zaterdag al door de RNB-commissie. En het instructie, die zijn daar gelijk ook weer met de beheerder in gesprek gegaan. Van, joh, mogen we alsjeblieft een zondagochtend, begin van de middag, ook nog gebruik maken. Want we hoeven pas... Daar is die weer rond etenstijd. Ja. Pas onze show te gaan doen. Ja. En om dan ook weer die 4,5, 5 uur bij het stadion te gaan hangen. Nou, gelukkig mochten we weer terecht bij die mensen. En konden we ons echt in alle rust omkleden. En daar merkte je op een gegeven moment echt dat iedereen... Pure spanning. Iedereen ging daar zijn konkonnetje in. Ja. Maar ook zijn eigen konkonnetje. Ja. En sommige mensen die moesten echt even met rust gelaten worden. En we gingen wel lekker onze uniform aantrekken. Precies. De rest van de spulletjes inpakken. En we gingen in die bus zitten. En dat was, nou ja, bijna muisstil, vond ik. Maar ik denk ook wel dat er wel gezegd mag worden dat de samenwerking met onze Belgische vrienden gewoon echt gewoon super is verlopen. Absoluut. Het hele voortraject, weet je, vaak moeten bellen naar de plaatsen toe in Antwerpen, alles regelen qua eten. Ook met die sportvereniging weken, allemaal geen probleem. Ja, je weet maar nooit, niks stond zwart op wit, dus je mag moeten vanuit gaan. Dat klopt, weet je hoor. Ja, ja. Maar dat is zo super verlopen dat ik denk van ja, daar moet je gewoon dankbaar voor zijn. En mocht het ooit weer gebeuren, daar moeten we zeker daar... Want, naartoe gaan. Ja. Uiteindelijk wat nou heeft die locatie ons heel veel rust gebracht. Ja. Je kon doen wat je wilde. Ja. Shout-out naar de jeugdherberg. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik was echt een super jeugdherberg. En die man belde een dag van tevoren, voordat we gingen, belde de auto op. Of om alles te regelen. Of alles klopt de week. En van, dat is gewoon super week. Dat had ik ook niet verwacht. Alles had misschien ergens in Duitsland over de grens beheerder gezeten. Weet. En had ook in hotel midden in de stad. Ja, maar daar had je geen locatie om te kunnen oefenen. Nee, dat is zeker. Dus dit waar. Was eigenlijk na veel zoeken toch wel een schitterende plek om te verblijven. En voor jullie gewoon heel veel rust. En dat was gewoon ook nodig. Ja, dat was en zo laat mogelijk naar het stadion. Ja, alleen dat had eigenlijk achteraf nog wat later gemogen natuurlijk. Alsjeblieft. We liepen naar de inspellocatie en we kijken achter ons. En we worden in één keer allemaal sirenes. Want ambulance kwam voorbij gereden. Nou, de politie reed door ons heen. Door ons heen, inderdaad. Ik rook een barbecue geur. Ik denk, wie staat er te barbecue? Jij kreeg weer honger. Nou, ik zoals gewoonlijk. Normaal, hè. De regel is, als je... informatie lopen, hou je mond dicht. Maar op dat moment, ik zeg zo tegen Tessa, terwijl we langs KNG liepen, die jongens die gingen opstellen om een show te doen. Zo, ik heb best wel trek in een barbecue als ik dit zo ruik. Nou zeg ze, dat kan je niet zeggen. En we lopen om dat stadion heen en die lucht, die bleef hangen. En toen horen we inderdaad in de verte op een gegeven moment de sirene aankomen. En dan komt een motoragent inderdaad als een malle de hoek omzetten. Ja. Nou ja, was iets van, oké, het zal wel. Ja, en toen werden we stilgezet en keken we om. Zo. Toen stond het restaurant op het dak in de fik. De barbecue. Ja, en toen braken er een hoop mensen. De spanningsboog was bij een aantal in één keer verdwenen. Die was weg van, wat gaat er nu gebeuren? En gelukkig bleef het instructieteam heel rustig. Die alles is van, weet je jongens, we gaan gewoon even op het gemakkie een beetje inspelen. En we gaan het wel zien. Toen kwam inderdaad op een gegeven moment Edwin aan met Marvin ook, dacht ik. Marvin was inmiddels terug uit Zweden. Ja. Van een optreden met de FKNR. Ja, Marvin kwam er toe van, het is hoge paniek of wat. Je moet naar de organisatie. Alle korsen worden daar verwacht, weken, om te kijken van hoe gaan we nu verder. Ja. Want KNG stond al klaar om de arena te betreden, weken. En die kon gelijk weer afmarcheren. Dus gelijk, dat is over en uit. Ja, en toen was ze van, we leggen het voorlopig even een half uurtje stil, zei de brandweer. Ja. En we gaan verder op het moment als het gewoon het vuur gedoopt is. Maar de vlammen werden steeds meer en het werd steeds langer stilgelegd. Ja, toen moesten we ze allen naar de catacombe met de orkest die dus nog moesten. Want het gros was al klaar.
Nou, dan kregen de vraag toegespeeld van, wat gaan we doen? Ja. Ja, maar ik had wel, ja, ik zei ze van, wat gaan we doen? Ik zeg, wat gaan jullie doen? Ik zeg, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Stel het 1, 2, 3, 4, 5 uur uit. Nou, dan hebben ze alle besloten om het gewoon 2 uur stil te leggen. Maar toen kwam ook de vraag daarna van, willen jullie nog verder? Ja, ik had ze van, ja, maar oké, gaan we verder. Wat doen we dan? Ik bedoel, wat doen we met de uitslag? Pakken die van vrijdag dan, op de zondag? Nee, dat zou betekenen dat als we zeggen, nou, we doen het niet, dan het was klaar geweest. Dan kreeg niemand een uitslag. Er werd gewoon de uitslag genomen die dus voor de orkesten waren, die op dat moment gespeeld hadden voor de tweede keer. En dat was klaar. Ja. Nou, dat wilde uiteraard niemand. Nee. Dus we zijn maar uiteindelijk toch doorgegaan. En toevallig kwam ik onze oud-burgemeester Lamers tegen. En nou goed, die was al heel erg enthousiast. En die zegt van, nou, die gaf me een update van wat er aan de hand was. Ja, zodra de Sein Brand mees is, willen we wel verder gaan. En waar is de club? Ja, die zit daar bij de bus. Dus hij is nog naar jullie gegaan om jullie even toe te spreken daarover. Ja, bij de vrachtwagen. Ja, want daarvoor was zeer jammer. Ja, er is concentratie weg. Nog even ook met de burgemeester van Kerkrade of Maastricht, waar het ook was, erbij gehaald. En ja, het was best wel leuk, want hij was echt enthousiast, trots. Weet je, van de Rijnwind. Ja, ga je daarna zien. En dat vond ik wel leuk, weet je, dat die man ook meeleefde. Ja. Ja, dus hij is toch nog even naar jullie gegaan. Ja, klopt. Dat was op zich wel even leuk om te doen. Nou, uiteindelijk kregen we inderdaad te horen dan dat we wat mochten gaan doen. Toen begon het programma inderdaad na 2,5 uur weer te draaien. Ja, dan moest je weer gaan inspelen. En gelukkig mocht dat bij het stadion. Ja, daar hebben we een heel mooi plekje hebben we daar kunnen bemachtigen tussen de vrachtwagens. Ja. Waarbij je al het geluid naar je toe kreeg eigenlijk. Ja. En toen hebben we de bellen daar staan spelen, geloof ik. Ja, dat was... Dat was bizar gewoon. Ja, er kwam zoveel emotie bij. En, Bij iedereen. Dat, En dan mag je op voor je show. En... ja, dat was ook weer hartstikke gaaf natuurlijk. De applausmomenten. Ook van het publiek inderdaad weer. Je komt dan als laatste Nederlands orkest. Ja. Mag je dat veld op. Want na je is dan nog een groep uit Thailand. En Ishiara, de uiteindelijke... Nee, de groep uit Taiwan, die was voor ons. Want wij waren als ene laatste. Oh, ja. En Ishiara was na ons. Ja, dat was inderdaad de loting zo geweest. Ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke kick. Hè? En dan loop je op een gegeven moment ook dat stadion uit. En dan zie je je fans boven die catacomben, waar je doorheen moet. Ja. Ja, die zie je zo hard juichen. Ja, dat gaf zo goed gevoel. Ja. En bij mij was het voornamelijk toen wij het stadion uit waren. Ik had een 100% show gedraaid. Dat is gewoon puur de ervaring natuurlijk die je hebt. Hè, met al die jaren dat je toch weer je concentratie terug kan vinden. Wat bij sommigen helaas niet helemaal precies terug was gekomen. Ja, bepaalde stress, hè, brand. Doet wat met je. Ik had me 100% gelopen en ik kom dat stadion uit. En weet je, het was voor mij gewoon klaar. En ik had een super show gedraaid. En ik zie mijn vrouw zie ik naar me toe komen. En dan heb je eindelijk weer tijd voor familie. Nou, ik deelde precies datzelfde met jou. Ik had het dus al op het veld. Ja. We staan echt in die eindpoos. En nou ja, we kregen inderdaad weer die staande ovatie. En toen knapte er iets bij mij dat ik dacht van, het is klaar. Ja. Welke tijd voor de kinderen. Want wat een tijd gaat erin zitten voor het thuisfront. Ja, absoluut. Nou doe ik het dan samen met Nicole, met mijn vriendin. Dan ben je samen veel op pad. Maar dan moet je kinderen elke keer wegbrengen. En toen kwam dat besef van, hey, het is klaar. Ja. Vanavond rijden we naar huis. En morgen rijden we naar die kinderen. Ja, precies. En dan is het gewoon vakantie. Ja. Kijk, dan nog steeds, kijk, het thuisfront heeft het soms echt wel zwaar. En zeker in zo'n WMC-jaar. Hè? Ja, absoluut. Het is gewoon druk. Maar nog, ik vind zelf dat dit jaar, dit WMC-jaar, was het minder druk dan de voorgaande WMC's, vond ik. Ja? Dat vond ik niet hoor. Ja, nou, vond ik wel. Maar we hadden ook minder optredens. Misschien dat het daardoor kwam. Dat is wel. Ja. Voorseizoen hadden we dus minder optredens. Maar kwam inderdaad door corona. Enerzijds was het wel een beetje een geluk. Weet je? En aan de andere kant dan kon je daar meer focus natuurlijk op de show. En op het restant van de show wat nog gedaan moest worden. Nee, zeker. Maar ik zeg wel, als ik dat een beetje hoor van anderen, is de druk van dit WMC hoger geweest dan de jaren daarvoor.
maar het wordt anders beleefd. Ja, ja, het is een omdat je voorronde hebt in principe, hè, de prelims. Het is een heel ander WMC geweest. Ja, hè? Ja. Je hebt een heel ander format qua WMC. En voorheen ging je het veld op en hoefde je het maar één keer te doen. En kon je het maar één keer doen. Ja, ja. Nu moest je twee keer. Ja. Wat is goed of niet goed? Hè? Eén keer of twee keer? Ja, deze is geen goed of fout, denk ik. Het is gewoon een momentopname. Kijk, hadden we de show van zondag op vrijdag gedraaid en de show van vrijdag op zondag gedraaid, had de uitslag er misschien ook wel heel anders uitgezien. Ja. Absoluut. Ja, of dus het heel veel had geschreven. Was de brand er wel geweest of was die er niet? Ja. Ja, dat weten we allemaal niet. Allemaal wat als. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik alle thuisblijvers, zeg maar, hè, de niet-leden, de steuners. Hè, de opa's en de oma's. Opa's, oma's, vrouwen, kinderen, die hebben het zwaar te verduren gehad. Ja. Een shout-out naar hun ook. Zeker wel. Ja, shout-out naar mijn vriendin. Ja. Maar ja, dan kregen we de prijs. Prijsuitreiking. En dat duurde ook weer zo lang. We hebben denk ik anderhalf uur op dat veld gestaan voordat de prijsuitreiking begon. Nou ja, toen dacht de KNG naast ons van nou, dan gaan we maar even een lekkere medley erin knallen. Ja, en maar toen kwamen ze toen kwam het opkomen muziek, muziekje er kwam. En toen kwam de jury. Jongens, stop maar weer. Ja, had dan eerder gekomen. Ja. Dat is wel vervelend, want dat is al sinds jaren en dag. Ook aan mijn tijd, dat gewoon gigantisch. Het duurde gewoon een uurweek. En dan denk ik van, je hebt alleen maar matchwedstrijden. En van Sinterbaan, denk ik van, waarom moet dat dan zo gigantisch lang duren? Ik denk dat het ook een juryding is, hè? Want een ene jury heeft toch een bepaalde voorkeur voor het een. En de andere jury heeft weer een bepaalde voorkeur. Het mag eigenlijk niet, maar toch gebeurt het natuurlijk. En er zitten soms zulke grote verschillen in, dat toch een soort van naar elkaar toe moet. Ja, het moet recht getrokken worden. Ja. De verschillen, zoals we nu dan uiteindelijk heel dicht bij elkaar. Nummer 2 tot nummer 5, tot en met nummer 5, dat zat binnen de 2 punten. Ja, dat is dus dat is minimale verschillen. Ja, daar is over gediscussieerd geweest. Ja. Waardoor het zo lang duurde natuurlijk. Maar dan zou je zeggen, laat orkesten gewoon achter de schermen staan en laat ze nog niet gewoon op het veld staan. Want je bent toch bezig met wat hebben we voor puntenaantal? Op welke plaats zijn we? Je hebt zoveel factoren, want er zit ook nog een publiek op het tribune die ook vermaakt moet worden. Een bepaalde act met de schutterijvereniging die dan even een optreden geeft voor het publiek. Ja, vermaak je het publiek. Ja. Half-time show. Het is gewoon een drama als je daar staat. Want je wil graag je uitslag weten. En het is natuurlijk allemaal al uitgesteld door die tijd die ze kwijt zijn geweest aan die brand. Ja. Dat komt er ook nog eens bij. Dus dat inderdaad ook mensen gelijk naar huis gegaan zijn. Nou. Niet ergens. Het liefst snel leger, dat viel wel op. Ja. Ja. Dat is wat jammer. Maar... Ja. Ja, dan de prijsuitreiking natuurlijk. Dan worden we uiteindelijk 5e. Hij hangt hier achter. 91.29. Ja. Een 5e plaats op de wereldranking. Ik had ervoor getekend, hè? Nu zeker. Op dat moment was ik zwaar teleurgesteld. Omdat ik had wel een 100% show gedraaid. Je bent zo dichtbij. Je bent zo dichtbij. Je staat op die vrijdag sta je in de top 3. Box 1. Nummer 1 nationaal. Ja, nummer 1 nationaal. Ja, inderdaad. We hebben even heel Nederland muziek opgeschud. Maar achteraf denk ik, weet je, wat we bereikt hebben. In een korte tijd. In een korte tijd. We hebben toch wel een turbulente periode gehad. Ja. En, kan je niets anders dan trots zijn. Gewoon 10 maanden tijd. En de eerste ik naar de prijsuitreiking tegenkom, was jou. Je ging helemaal uit de platen vatten. Dus je zag het echt niet meer zitten. Nee, klopt. Nee. Ik ben je meegelopen, gepraat. Ik kreeg er niet gekomen mee. Nee, ik was er gewoon klaar mee. Ja. Het was gewoon ik stopte ermee. Uiteindelijk zit hier nog, dus ik ben niet mee gestopt. Maar ik zou zeggen, op dat moment even... Dat in het nou maakt een rare sprong, hè, zeggen ze dan. Ja, maar ik denk gewoon dat we als vereniging gewoon een puikenprestatie hebben weggelegd. Niemand kan het gewoon zeggen. Het is gewoon weer op zijn rijme mens gewoon weer een trapje hoger. De show weer een stukje moeilijker. We hebben gewoon een gigantische show weggezet, wat iedereen ook begreep. Ja. Want heel veel mensen hadden vaak ook met de thema's van andere orkesten van, waar gaat het eigenlijk over? Ik weet het niet. Maar bij ons was duidelijk. We hebben we zelf natuurlijk met voorgaande shows ook gehad. Wij zijn altijd duidelijk in van wat we doen en wat we willen. Ja. En dat mis je wel eens bij andere orkesten. Ja. Het mooiste vond ik altijd dat ze over onze show dachten dat die geschreven is voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ja. Dat dachten ze dat het naar aanleiding daarvoor geschreven was. Maar dat is niet zo, hè? Nee. Maar het geeft wel de gedachte dat de mensen die zeggen van...
Oké, daar is het om gedaan. Nee, helemaal niet. Dus de mensen snappen dus ook waar het om gaat. Nou ja, mensen kunnen een eigen gevoel heel erg koppelen aan onze show. Ja. En de een heeft het misschien in relatieperikelen. En de ander heeft het inderdaad, die koppelt het aan de oorlog. En de ander weer aan corona. Ja. Dus ja, weet je, iedereen kan zijn eigen interpretatie eraan aangeven natuurlijk. En dat maakt deze show zo mooi. En we mogen hem nog een seizoen gaan draaien. Ja, ja, tot een paar weken geleden hebben we te horen gekregen dat we in januari 2025 hem sowieso ook nog draaien in Duitsland op de muziekparade. En daarmee sluit er dan eigenlijk toch wel een cyclus af. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook, Een wederopstanding van de RNB. Ja. Nou, wil je de show nog een keertje zien, dan is die uiteraard te zien op 12 februari. Februari. 12 augustus in Rijnsburg, bij het Bloemencorso Rijnsburg. Daar zullen wij 's avonds te zien zijn. En ja, we hebben nog veel meer optredens. We gaan nog naar Livin. We gaan nog naar Lisse. Purmerend. Ja, Purmerend. Dus we zijn nog zat te zien dit seizoen. Dit jaar. Tap toe Ede. Ja, Tap toe Ede ook nog. 7 oktober inderdaad. Dus ja, mocht je de show nog een keer willen zien. Weer iedereen, hè? Ja. Ja, het zijn gewoon goede vrienden van ons. Ja, zo kan je het ook gewoon zien. Goede muziek. Precies. Ja, dus wil je ons nog zien? Kom zeker een keertje kijken. Heb je vragen? Kom langs. Laat het even horen via de socials. Wil je meespelen? Oh, dat kan ook nog. Natuurlijk. Iedere vrijdagavond, dan hebben wij gewoon repetitie. En mocht je een keertje willen proeven aan de Rijnmond Band, dan ben je van harte welkom natuurlijk. Proeven aan. Wil je proeven aan de Rijnmond Band? Nee. Wil je lekker sfeer proeven, dan kom je lekker langs. Ja, kom vooral langs. Meespelen is altijd mogelijk. Ja, zeker. Wel in overleg natuurlijk. Maar goed, we sluiten hem af. Jeroen, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Edwin, bedankt. Jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan. Podcast, dus het was leuk. Ja, het heeft even een tijdje geduurd voordat er weer een nieuwe podcast was. Maar ja, we zijn er gewoon weer. De volgende podcast is waarschijnlijk ook pas weer in september. Want we gaan even lekker vakantie vieren. Lekker dan. Ik zeg tot later. Groetjes. Joejoe.